thanks for coming. Now it's time for me to go. I wish you the best for another 10 years down the road. Jetse Plat is hier in het Huis van de Sport om de uitreiking van de stoel van Fleur mee te maken. Jetse, het jaar 2016 heeft jou heel veel gebracht. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Met Rio als hoogtepunt. Maar in de triathlon gezien Europees, wereld en Paralympisch kampioen. Dus dat kan niet beter. Daar heb je natuurlijk wel 4 jaar naartoe geleefd. Ja, 2 maanden na Londen, waar ik ook actief als handbike, begon dat traject. Daar het hele traject uitgestippeld en uiteindelijk kwalificatietraject doorlopen. En supermooi 4 jaar gehad met uiteindelijk 2 sporten op de Paralympics, handbiken en triathlon. En 2 medailles, dus dat is mooi. Hoe moeilijk is dat om zowel aan handbiken als aan triathlon, paratriathlon te blijven doen? Ja, het was wel een goed doordacht plan. In principe is handbiken mijn eerste sport. Triathlon is daarbij gekomen. En hebben we echt besloten met een aantal mensen van is dat mogelijk? Is het haalbaar? Nou, dat was zo. Vervolgens moest ik me nog kwalificeren. Ook dat traject goed doorlopen. En eigenlijk blijkt het heel goed haalbaar te zijn. Ja. Jetse, dan kom je met het goede vliegtuig thuis. Dat is niet een losersvlucht zoals bij de echte valide atleten. En dan gaat er volgens mij een hele wereld op zijn kop staan. Ja, dat was bizar. Dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken hoeveel dat eigenlijk was. Het begon met de inhuldiging in Utrecht, vervolgens de riddering. Ja, en daarna eigenlijk alleen maar in mijn eigen dorp, in de gemeente, allemaal huldigingen. Eigenlijk 2 weken lang veel huldigingen. Ik moet wel zeggen, ik had meteen de Berlijnmarathon nog een week na thuiskomst. 5 dagen na thuiskomst, dus ik had de Berlijnmarathon nog wel gereden in de handbike ook. Maar daaromheen was het 1 groot gekhuisje. Positief gekhuis. Dat is een ontlading, denk ik. Moet je dan weer de draad oppakken of had je door die marathon van Berlijn toch wel meteen weer de flow te pakken om sportief bezig te zijn? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb echt wel heel intensief naar Rio toegeleefd, een aantal jaar lang. Waar je echt wel in een bubbel leeft en waar heel veel voor opzij gezet moet worden. En daarmee was ik er ook echt wel even letterlijk en figuurlijk klaar mee na Rio. Ondertussen, ik denk totaal ongeveer 1,5 maand weinig getraind. In ieder geval zeker niet met structuur. Gewoon omdat er eigenlijk ook heel veel op me afkwam en heel veel afleiding was. En nu ben ik langzaam weer begonnen om me klaar te stomen voor het volgende seizoen. Besef je dat je een stukje geschiedenis geschreven hebt als zijnde de eerste Olympisch kampioen om die triathlonsport? Ja, mijn grootste doel was om goud te winnen. En dat daar een stukje geschiedenis mee geschreven is, is extra mooi. En bijzonder en ik denk ook goed voor de sport. Ik denk dat we als paratriathlonen daar een hele mooie reclame hebben gemaakt. Bovendien mag je volgend jaar nog een keer in Rotterdam uit aan de bak, denk ik, op het wereldkampioenschap, waar je dit jaar natuurlijk ook al de titel pakte. Ja, wij hadden dit jaar ook al het WK daar, komend jaar wederom. Maar dat gaat zeker wel een doel zijn komend jaar, ja. Het is nog ver weg, maar over 4 jaar zijn er ook weer de Olympische Spelen in Tokio. Zien we Jetse Plat dan ook weer aan de start? Nou, in principe zijn de plannen daar nu langzaam al voor. Kijk, het hele 4-jaar plan precies kan je nog niet uitschrijven. Maar uiteindelijk gaat dat kwalificatietraject zo meteen wel weer in. Dus dat begint eigenlijk al vanaf januari een beetje. Alleen heb je natuurlijk ieder seizoen weer je doelen. Dus eerst 2017, maar dan nog. Geert Schipper, Jolijn Hakker en jij zijn belangrijke ambassadeurs voor de paratriathlonsport in Nederland. Merk je dat effect al? Ja, ik denk het wel. Heel veel aandacht. En dat is natuurlijk niet alleen uit de triathlonwereld, maar ook gewoon van landelijke pers en al dat soort dingen. En er wordt natuurlijk ook heel veel naar paardentriathlon gevraagd. En dat doe ik graag, draag ik graag een steentje aan bij. Jetse, jij als topsporter bleef je sport op jouw manier. Fleur en haar vader bleven de sport op hun manier. Hoe bijzonder vind je dat? Ja, absoluut. Ja, het is bijzonder. Bijzonder dat ik hierbij kan zijn. Ik zei wel, het hele traject zelf heb ik echt niet helemaal meegekregen dat ik echt in die bubbel rondom Rio leefde. Maar heel bijzonder om ook het verhaal achter hun te horen. En ook wat voor stappen hun weer moeten zetten om hun doel te bereiken. En dat is heel mooi om dat dit met een groep mensen bereikt is. En dat hun een hele mooie stoel hebben. Want materiaal is heel belangrijk, zeker in de triathlonsport. Heel mooi dat jij hier bent. Dankjewel. Graag gedaan.